zijn hier bij de Takkenbossen in Noemersdorp, de Roerdompsingel. We gaan hier voor ons voor de eerste keer de educatieve wandelroute lopen. En dat gaan we met groep 3 doen. Om dus uit te leggen wat de gevaarlijke punten zijn in het verkeer. En om ze dus te leren dat het verkeer gevaarlijk is. En dat ze heel goed en serieus daarmee om moeten gaan. We gaan uitleg aan de ouders gaan we eerst doen. Dan gaan we de groepjes van de leerlingen indelen. Nou, ik heb gelukkig 7 ouders weten te vinden. Dus dan kunnen we alle ouders 1 keer laten lopen. Om de 10 minuten laten we de ouders met de leerlingen vertrekken. En dan als de route klaar zijn, komen ze weer terug op school. We gaan eerst het fietspad oversteken. Dan wachten we op het tussenstukje. En dan steken we weer over, maar aan de overkant is er ook weer een fietspad. Ja? Dus we moeten 1, 2, 3 keer moeten we opletten. Ja? En gewoon door. Hier staan we weer stil, want er kunnen daar fietsers aankomen. Komen er fietsers aan, jongens? Oké, goed. Steken we over. Kijk, nou wordt het helemaal smal. Ja? Maar je kan nog veilig op het voetpad lopen. Wat hebben wij nu eigenlijk allemaal geleerd? Dat je uit moet kijken. En dat je bij de uit moet kijken om andere mensen in de auto te zitten. Precies. En let op de